Ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kunt geven dan dat ik mijn privéauto aan je laat zien. Like challenge is begonnen. Waar komt hij? Daar is hij! Ik denk alsnog dat ik eerder was. Ik kon niet kiezen, dus mijn vader heeft ze alle 5 gekocht. Als ik niet kan kiezen, heb ik geluk als mijn oma 2 Happy Meals in de McDonald's haalt. Wat? Ik kon niet kiezen? En daarom heb je de witte, de gele, de groene, de blauwe en de roze? Wat heb je aan 5 telefoons? Het is alleen maar vervelend. Je wordt gebeld. Oh nee, welke van de 5 is het? Nee. 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 Ook niet. Ja. Het is misschien een beetje onhandig. Nee, maar serieus, wat is dit? Waarom zou... Het is ook wel grappig hoe deze Snapchat nog 5 seconden te bekijken is. 5. Spullen voor school. Oké, wacht even. Ik zie weer 3 telefoons. Wat doe jij op school? Like, als ik 1 telefoon meeneem naar school, dan is dat al te veel afleiding. Laat staan als je er daar één hebt. Ik kan me niet voorstellen dat je 3 telefoons nodig hebt. Maar oké. Zie ik ook een MacBook. Een hoop dure tassen. Why? Je hebt boeken nodig voor school. Geen dure tassen met 4, 5, 10 telefoons. Ik haat deze keuze in de ochtend. Ah, keuzes in de ochtend. Die heb ik ook. Met wat ik ga ontbijten. Niet met welke sportauto ik moet kiezen. Wat? Hoe kun je dit soort keuzes haten? Oké, luister. Kleine onderbreking. Breaking. Nieuws. In het leven gaat het niet om de hoeveelheid dure spullen die je bezit. Het gaat erom dat je een goed mens bent van binnen. Zo ben ik van binnen gemaakt van pindakaas en chocolade. Het is belangrijk dat je jezelf kunt zijn. En dat je blij bent met jezelf. Ook zonder dure spullen. Zeg ik dit alleen omdat ik deze dure spullen niet kan betalen? Nee, ik zeg dit omdat dit niet normaal is. Hoezo ik haat deze keuze in de ochtend? Zielige smiley face. Oeps, ik denk dat ik een nieuwe Lambo moet kopen. Voor de druppels met regen? Oké, dus wacht. Je hebt een Lamborghini. De lucht denkt... Hey, laat ik regenen. Er valt regen op je Lamborghini. En dat is voor jou een reden om een nieuwe te kopen? Dat is compleet krankzinnig. Waarom zou je een nieuwe Lamborghini moeten kopen na een paar regendruppels? Ik denk dat ook het kunnen tegen regen is inbegrepen bij een prijs van een Lamborghini. Hier hebben wij de Lamborghini. Een van de duurste auto's ter wereld. En die is vast regenbestendig. Nee. Nee, dat niet. Deze persoon zet letterlijk op zijn Snapchat dat hij een nieuwe auto wilt kopen. Omdat er regendruppels op zijn voorgaande zitten. Geen commentaar. Ik had iets nodig om mijn stoel mee te verhogen. Oh ja, herkenbaar. Je wilt je stoel verhogen, dus je pakt iPads. Die ik niet eens heb. Nee. Dit is gewoon letterlijk alsof ik een nieuwe iPhone heb. Ik heb er geen één, dus ik moet het even... En ik denk, oeh... Ik zit niet zo lekker. Zit veel beter. Wat is dit voor mentaliteit? Dit is gewoon... Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit echt is, oké? Ik kan me niet voorstellen überhaupt dat iemand 3 tablets heeft. Het zijn niet allemaal iPads. Een appel per dag houdt de dokter van je weg. Ah, ik snap hem. Het is een grap. Want met een appel bedoelt de dokter een appel. Maar jij hebt daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mac dingen met een appel. En nog een hele hoop iPhones. Like, ik weet zeker dat als al deze nummers tegelijkertijd gebeld worden, dat jouw huis het volume niet aan kan. Oh, wat mooi, 20 telefoons. Stop met bellen. Ik denk persoonlijk dat dit zeg maar gewoon een poging is tot flexen. En dat deze jongen gewoon elke scholier uit zijn klas heeft uitgenodigd, zolang ze maar een iPhone hadden, om die vervolgens op zijn tafel te kunnen leggen, zodat hij deze foto kon maken. Terug naar school. Met een vliegtuig. Oké, wacht even. Ik mag blij zijn als mijn banden niet lek zijn in de ochtend en ik dus met de fiets kan. Deze persoon heeft een... Komt er gewoon even niet uit. Vliegtuig! Zeg maar, dat is een ding wat opstijgt. Oké? Ik weet niet waar jij op school zit. Het is alsof ik vanuit hier een school heb in China. Maar nee. En hier hebben we er weer een. Back to school. Als ik een back to school foto zou moeten maken, dan zie je een rugtas. Geen vliegtuig. Het leven is moeilijk op het jacht van je vader.
Wacht even. Het leven is moeilijk op... Ik kan me niet voorstellen dat dit een serieuze afbeelding is. Deze persoon zit op een peperdure boot. Waarschijnlijk op deze wijze. Ah, ik hou van de zon. Hij is rond en warm. En vervolgens is er een foto gemaakt vanuit dat perspectief. En zegt die persoon... Het leven met gratis cocktails, lekker caviar en alles wat met zee te maken heeft is niet fijn. Wat is het moeilijk? Ik hoop dat de wiskundeleraar dit accepteert. Je hebt je huiswerk achter op een iPad geschreven. Ik mag blij zijn als ik een papiertje kan betalen. En jij schrijft het op een iPad alsof het een papiertje is. Ik heb zoveel dingen te zeggen. Maar ik laat het. De enige manier om aan te komen bij een restaurant. En dan is restaurant ook nog eens verkeerd geschreven. Luister, je hebt een privéhelikopter. Je wilt ermee flexen en aantonen dat dat de enige manier is om aan te komen bij een restaurant. En wat schrijf je? Restaurant. Nou weet je, succes bij jouw restaurant. Ik ga lekker naar een restaurant. Is veel cooler. Nee, Job. Restaurants zijn helemaal het nieuwe ding. Serieus? Alleen heb je wel een helikopter nodig. Dus wanneer heb jij een helikopter? Beste 21ste verjaardag ooit. Dankjewel, papa. Oké, dus wacht even. Als ik jarig ben, krijg ik waarschijnlijk een wollen trui die jeukt. En jij krijgt een sportauto. Voor alle duidelijkheid. Dit is een totaal uit het verband getrokken beeld. Van wat mensen kunnen krijgen op een verjaardag. Al krijg ik een Happy Meal met een extra speeltje, dan ziet mijn verjaardag er zo uit. Ik wil jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor deze bijeenkomst en... Wat leuk dat jullie er zijn en bedankt voor de Happy Meal. Job, er is niemand die naar je luistert op dit moment. Ja, maar jij bent het toch? Nee, ik moet gaan. Sorry, man. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik me niet kan voorstellen dat er echt mensen zijn die auto's krijgen op hun verjaardag. Hoe ziet dat er überhaupt uit? Past het pakketje wel in de slaapkamer? En like, ook al pak je het in, de vorm gaat al vrij duidelijk maken dat het een auto is. Verjaardag shoppen. Oh ja, ja dat maak ik standaard mee. Ben je jarig? Gooi je even een auto in je verjaardagstasje. Ik vroeg voor een jacht, maar oké. Dankjewel papa, oké, wacht even. Jij vraagt om een jacht. En je bent niet tevreden, want je hebt maar 2 horloges gekregen, volledig bedekt met diamanten. Wauw. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent. Nee! Als ik een K3 horloge zou krijgen, dan zou ik al zo zitten. Wow, de tijd op mijn pols. En jij bent niet tevreden met 2 horloges? Oké, luister, sowieso snap ik het idee van 2 horloges niet. Het is alleen maar afleidend. Nee. Onhandig. Ik heb een iPad voor mijn moeder gehaald en ik heb het laten graveren. Er staat op, mama, je kijkt naar de verkeerde kant. Er zijn mensen die niet weten hoe ze een iPad moeten gebruiken. Zoals bijvoorbeeld mijn oma. Zit daar iemand in, Job? Nee, oma, daar moet je mee bellen. Papa zal een nieuwe voor me moeten kopen. Wacht even. Jij hebt je golfkarretje in een waarschijnlijk privérivier gereden. En nu moet papa een nieuwe voor jou kopen? Nee! Of tenminste, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk gebeurt het ook nog. Dat is het erge. De allerlangste bon ooit. Deze bon is zo lang dat je het zou kunnen gebruiken als loopband. Mijn papier was weer op. Dus dan pak je je iPad. Het is niet bijvoorbeeld een idee dat je iets goedkopers gebruikt. Een stukje karton of zo. Letterlijk, mensen gebruiken iPads om hun huiswerk op te schrijven. Ik zou, al heb ik een iPad, nog eerder gewoon heel mijn lichaam onderschrijven. Doe dat niet, by the way. Doe dat niet. Maar dit lijkt mij ook geen optie. Fantastisch, de helikopter is kapot. Oh, ik snap hem. Je maakt een foto van een auto die duurder is dan mijn leven. En je zegt... Moet ik hierin zitten, omdat de helikopter kapot is? Ik heb geen eens een helikopter. Dus hij kan ook niet kapot gaan. Misschien is dat wel een lifehack tot geluk. Koop geen dure dingen. Want dan kunnen ze niet kapot gaan. Nee, dat is onzin. Natuurlijk mag je jezelf soms belonen met iets moois, maar... helikopters, jacht en dure auto's. Misschien later. Zoveel keus. Zeg maar, de enige moeilijke keuze waar ik op een dag voor kom te staan... is wat voor broodbeleg ik moet kiezen in de middag. En jij moet kiezen tussen horloges die waarschijnlijk meer waard zijn dan Job. Oh ja, dat is handig. Zeg maar, het maakt mij bang, hè. Want we zien deze persoon 3 iPhones vasthouden. Maar deze foto is waarschijnlijk ook gemaakt met een iPhone. 4 iPhones! We hebben geen placemats meer over. Dus dan gebruik je een iPad als placemat. Ga me nou niet vertellen dat je ook iPhones als onderzetters gebruikt. Dat doe je. Ik koop een Rolex in elke stad. Ik koop een buskaartje in elke stad. Een Rolex. Waarom? Luister. Misschien ben je te rijk en heb je daarom nooit je wiskundehuiswerk gemaakt. Rekenen, taal, whatsoever. Maar de tijd in elke stad werkt op dezelfde wijze. Het is niet zo dat elke stad een nieuw horloge nodig heeft. Je kunt gewoon je horloge verzetten. Het heeft ook een beetje rare vorm. Arm. Of is dat je been? Stoppen rijke mensen horloges om hun been?
Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Wees blij met wat je hebt. En als je iets meer hebt, hoef je alsnog niet je iPad te gebruiken als placemat. Echt, het hoeft niet. Het waren verwende kinderen, mensen, personen, aliens. Aliens? Waren het aliens? Misschien is dat het wel. Misschien is dat wel de reden waarom ze schrijven op iPads. Misschien is er wel een planeet waarop er geen papier bestaat, waarop papier zeldzaam is en iPads aan de bomen groeien. Ik heb veel te veel fantasie. Doei. Oh, mijn oma belt. Misschien krijg ik eindelijk mijn verjaardagscadeautje te weten. Hey oma. Wil je je verjaardagscadeau weten? Ja. Ja. Het is een zelfgebreide trui, gemaakt van oude wimpers. Oh ja. Ja. Dat is nice. Dankjewel, oma. Je bent toch wel tevreden? Jawel, super tevreden. Dit blijft nu een paar dagen zo.